Later in deze uitzending gaan we praten over wat je allemaal overkomen is. Er is altijd veel gelach in je carrière. Ook, ik kan me herinneren dat zijn broer Mats een keer bij jou in de auto heeft gezeten. Ja, klopt. Ja, zeker. Ja. Ik belde hem toen op, hè? Nou, laten we even kijken hoe dat ging. Ja. Goeiedag, met Steven Lammert spreekt hier van Voetbalzone. Kan ik jou even wat vragen? Hoi. Goeiedag. Ja. Het gaat namelijk over een onderzoek. Loopt er in het Nederlands voetbal naar matchfixing. En jouw naam kwam ook naar voren. Ben je daarvan op de hoogte? Nee. Oké. Okay. Wat vind je daarvan dat je daarvan wordt beschuldigd? Nou ja, ik heb er nooit meer van gehoord, dus ik weet niet waar je vandaan komt. Ja, ik zeg het toch nu tegen je, dus wat is je reactie hierop? Nou, hier ga ik sowieso niet op reageren. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, ik weet niet eens hoe het huis. En ik vraag het gewoon. Maar ik hoorde ook dat jij altijd onder de douche bij die jongens aan de piemel zit. Klopt dat? Is het van de wijn? Ja. Ik zit met je broer in de auto. Hey, Ralf. Wat is dit voor grap, hé? Hey, maar je trapt er wel in, hè? Jij vindt hem leuk, Jan, hè? Maar in die is het waar dan? Nee, ja. Was het maar waar achteraf. Dat ik op die piemel zat, bedoel ik. Nee. Ah. Zeker niet. Heb je weer gesopen, joh? Nee. Ik rijd er maar. Dat je zo iets hoort daarvan. Dat je bij die jongens aan de piemel zit. Dat kan dat niet. Ik denk, wat zit er van een idioot? Ik vind ook wat ik leuk vind aan Andy is dat hij om zijn eigen grap het hardst lacht. Ja, hij heeft meer mensen lachen dan hier op tafel. Ja, mooi. Ja. Zo mooi.